Hallo mensen, welkom bij deze nieuwe video van Remco's Feest. En welkom bij deze nieuwe video van Remco's Feest. We zijn er weer, ik heb zin in. En het is vandaag een nou niet een grote dag, maar ik heb een nieuwe computer. Ja, ik heb een nieuwe computer mensen. En het is ook, zaterdag was er ook de dag dat de Sinterklaas intocht was. Ik was helaas niet in Dokkum. Ik was helemaal bij nergens geen. Oh, wacht even. Mega, wat heb je nou weer? Oh, openen. Hoppakee. Dat is even voor mij. Aha. 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 Oké. Okay. Dankjewel. Nou, welkom in ieder geval bij deze video. En jou kan ik zelf opnemen, maar jou kan duurde te lang en ik vroeg van hoe laat is dat? En hij zei geen antwoord, dus laat ik maar alleen opnemen. En ja, we hebben al een tijdje niet meer Eurotransmitter 2 gedaan, hè mensen, weet je dat nog? De vorige keer, ja, oh shit, shit, dat ding zit ervoor, huppakee. Maar ik heb trouwens ook een nieuwe computer, namelijk, even kijken hoor, even kijken op mijn briefje. En mensen, deze computer heb ik nu. Deze computer heb ik nu, mensen. Dat is een heel klein ding, maar wat het leukste is, er zit 8 gigabyte op deze computer. Dat betekent, even kijken hoor, ik ga even wat opstarten. GTH hardware, want dan kan je scannen welke apps je aan kan. En ik kan jullie vast verklappen, een app die best wel, nou niet zo populair, wel een beetje populair is. Maar niet super goed. Maar ik laat die wel zien. Laat die wel even zien. Als je even laat. Hallo. 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 Ja, ik heb ook Windows 10 erop trouwens op deze computer. Maar ik ga even naar Game Report. En dan tip ik even GTA 5. Ja, en daar komt de verrassing al. Wacht even, krant. De Auto 5. Even kijken, wat zeg jij? Krant, Dev. Grand Theft Auto 5. Oftewel even kijken, wat zie jij? Ja, hier zit jij. Dan doe ik even veel Grand Theft Auto 5. En dan gaat hij even laden. En dat betekent dat ik hem kan spelen in low. Dat betekent echt in de laatste settings. Dus dat betekent dat er binnen seconden misschien dit komt op mijn kanaal. Maar dat weet ik nog niet zeker. Want ik heb nog niet tegen iedereen verteld. Ik heb wel op Instagram gezet, ik heb wel op Twitter gezet. Nee, niet op Twitter volgens mij. Al wel. Zal wel. Maar ik heb allemaal op WhatsApp heb ik wel. Daar heb ik het wel op gepaste. Van een nieuwe PC. En dat is best wel mooi eigenlijk dat ik een nieuwe PC heb. En dan kan ik meer video's uploaden mensen. Dus dat betekent ook meer games zoals GTA 5. Maar weet je wat? Ik weet niet zeker als ik het ga doen. Maar dat zien jullie vanzelf wel. Heb je allemaal een leuk weekend gehad? Ik wel. Het is ook. Voor mij is het nu zondag. En ik zie nu echt buiten. Ik kijk nu buiten. En wat een donkere wolken. Niet normaal. Het is trouwens ook verhaal 5 voor mij. Dus ik denk, snap ik het wel waarom het zo donker is. Omdat het, ja, je weet wat, de klok is achteruit gegaan. Dat is al heel lang geleden dat het al gebeurd is. Maar even terzijde. Want het ziet er echt donker uit. Het ziet er echt. Ja. Het ziet er echt. Niet aan denken. Van onweer, regen en dat soort dingen. En trouwens, mijn computer ook heel warm.
Heel warm. Het is een klein ding. Het is een soort van, nou ongeveer, ik weet niet zeker hoeveel het kost. Het was €400, mensen. Die vorige was 18 euro. Dat was echt een klote PC toen die tijd. Want ik had nog 2 GB op de computer. Dus dan snap ik het wel waarom het €18 kostte. Maar dat was echt een klote PC. En ik kon er niks mee. Ik kon helemaal niks mee. Maar de 8 GB, dat kon ik wel heel veel mee. Want kijk, ik heb ook Windows 10. Dat pakt ook heel veel gigabyte op. En kijk, als ik even naar deze PC ga, dan zie je dat er 894 gigabyte erop zit van 909 gigabyte beschikbaar. Dat is best wel veel eigenlijk, om zo te kijken, volgens mij. Ik denk het, ja. Ja hoor, het gaat bij mij nu regenen. En dat meen ik. Ik ga even kijken, Hexed Storm. Gewoon YOLO. Gewoon even Hexed Storm intypen. Dat bedoelde ik niet. Oh shit. Oh shit. En waar, mensen vragen zich af, waar hebben die PC gekost? Namelijk in MediaMarkt. In de MediaMarkt. Je bent toch niet gek? Nee hoor. Maar mensen, dit was alweer de video. Sorry dat deze video zo kort is, maar ik ga binnenkort weer niet langere video's maken. Maar dat weet ik nog niet. Maar wanneer, dat weet ik nog niet. En, we hebben en trouwens, mensen, als ik even goed even nadenk. Dan over de Dreamcast serie. De 23e komt, dat is de 97e. Oh, spoilers. Nou, 23 oktober, november komt die 97. We zitten bijna bij de 100. En dat bedoel ik ook. Dan komt de 98. Dan 99 en dan 100. Mensen, de 14 december, donderdag 14 december, bestaat Dreamcraft, de afspeellijst. Misschien komt er wat anders voor, maar dat weet ik niet zeker. Misschien komt er ook de 21ste dat die, ik denk de 21ste dat het de 100ste aflevering is. Want dat is vlak voor kerst, kijk maar, zie je, dat zit hier, de kerstdagen, zie je, hier. En dat gaat snel, jongen. Gaat echt fucking snel. Maar ik wil je zeggen, dit was alweer de video. Ik had een leuke video vond. Misschien komt er, wat wil ik ook weer zeggen? Donderdag de 23e. Misschien komt er dan Farming Simulator 2017, maar dat weet ik nog niet zeker. Tot de volgende keer. Doei.